voor de kankerpatiënten. Wat heb je om je pols? Het gele Livestrong armbandje van Lance Armstrong. Blijft dat erop? Hij blijft erop, hij gaat er niet af, wat er ook gebeurt. Ondanks dat hij nu zelf is opgestapt bij Livestrong? Dat hij opgestapt is, dat zeg maar vrij weinig. Het heeft voor mij meer een emotionele waarde dan dat het te maken heeft met Lance Armstrong. Het gele polsbandje, waar er miljoenen van zijn verkocht, blijft om de pols van Jeroen van der Veer. Mijn moeder heeft 6 jaar geleden de ziekte gehad en ze heeft het overwonnen. Wonderbaarlijk. En mij doet dat bandje daaraan herinneren. We kennen Livestrong natuurlijk vooral van het gele bandje. Op het hoogtepunt van Armstrongs roem werden ze massaal gedragen. Blijft dat zo of gaan ze nu massaal de prullenbak in? Je hebt het bandje nog om. Waarom is dat? Voor mij heeft het bandje meer betekenis dan alleen Lance Armstrong. De ziekte van mijn moeder heeft er toch voor gezorgd dat het bandje mij toch meer betekenis geeft dan voor wie dan ook eigenlijk. Nou, het is zo'n gedoe geweest met die Lance Armstrong. En ik heb het heel lang gedragen, 5, 6 jaar. Ik heb wel iets met de strijd tegen kanker. Maar het gedoe rond hem heen is nu zo bizar geworden dat ik uit kwaadheid het afgedaan heb. Ja, het begon natuurlijk met die rage toen het inkwam. Nou, dan zit je op de middelbare school, dan is het leuk. Dan ga je het dragen, vind je het stoer om te dragen. Iedereen doet het, dus jij ook. En dan leg je hem wel eens af. Tijdens het douchen doe je hem af, doe je hem daarna niet meer om, vergeet je het. Maar toen werd mijn moeder geconfronteerd met die ziekte. En sindsdien is dat bandje niet meer afgegaan. Armstrong en Livestrong, ja, het is al bijna één naam. Dat heeft zoveel met elkaar te maken. Dat kun je niet loszien. En dat is bijna één. En als je daarmee met jezelf in het reinen blijft, dan vind ik dat prima. Maar ik zou het niet doen. Vorige keer toen die kapot was gegaan, zeiden mensen ook, is het niet tijd om een keer af te doen, weet je wel. Maar het heeft voor mij die betekenis en ik heb er geen last van. Ik voel niet eens dat ik hem om heb. Ik heb het niet eens door en toch die symbolische waarde. En als ik er even naar kijk, dan denk ik toch weer even aan mijn moeder, hoe sterk ze eigenlijk was in die tijd.